De kludde, dat is eigenlijk een soort weerwolf. Als je alleen in het bos bent, die heeft een ketting aan zich hangen. En als je dat 's nachts hoort, dan weet je dat hij in de buurt is. Dan komt hij op jou teruggesprongen. Misschien ga ik wel een beetje voorzichtiger zijn als ik 's nachts in het bos rondloop. Onder de volle maan volgde hij de lichtjes. Toen hoorde hij gerammel. Was het misschien de kleuren? Er sprong iets op zijn rug. Dwaallichtjes. Ja, dwaallichtjes. Dat is heel goed, dwaallichtjes. De liedjes gaan over Testold. We zijn begonnen met liedjes maken door eerst een wandeling te gaan maken in Testold en te gaan kijken naar de oude gebouwen. En dan hebben wij op een blad geschreven wat we in de liedjes wilden verwerken. Temerbroeken, en daar liep hij verloren, tot aan de turfputten. De kuilen zijn zo diep, daar kan je in verdrinken. Trail zijn heel gevaarlijk, mag je niet op gaan lopen 's nachts, want daar kan je... In verdrinken, inderdaad, dat is ook al gebeurd. Het project draait rond ervaringsgericht aan de slag gaan, rond erfgoed, rond de dingen rondom hen, rond het verleden van het dorp waarin we zitten. En daarmee liedjes beginnen maken. Tegenkomen achter elke hoek. We hebben dan ook nog een cafébezoek gedaan, Café de Stips, omdat dat het oudste café van België is. Dat was heel goed meegevallen met de kinderen. Ze hebben dan echt nog het oude caféleven eigenlijk een beetje kunnen opsnuiven. De Stips, hey, 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 het oudste café, hey, 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 hey. Wat ik zelf heel fijn vind, is dat er in dit project van alles samenkomt. Het gaat over onderzoek doen naar hun eigen verleden. Dus ze leren van alles, ze steken van alles op over het verleden van hun dorp. Maar het gaat ook over songschrijverij, iets waar ze meestal nog niet op voorhand mee in contact zijn geweest. En dan tenslotte dat brengen op het podium, die inhoud samen met die structuur, met die song, gaan brengen op het podium. En dat is ook voor velen niet helemaal nieuw. Ze doen wel aan schoolfeesten, maar daar staan met hun eigen materiaal, dat is al straf op zich. Er zit hier veel volk omdat wij zometeen een show gaan doen over Testold van vroeger. En wij gaan optreden. Ik heb gehoord dat ze op café zijn geweest. Dat was ook bijzonder. Tja, we hebben wel wat bijgeleerd. Hè? Dat is wel leuk. En de verhalen en de legenden.